jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is echt al een hele tijd geleden dat ik een video heb gemaakt. Maar dat komt ook een beetje omdat Chanel weer helemaal beter was en ik weer vol kon gaan trainen. We trainen nu zo van 2 tot 3 keer in de week. Trainen we. 1 keer les. En ook soms nog longeren tussendoor. Alleen deze week was het heel regenachtig. Dus ik heb eigenlijk niet kunnen rijden zelfs. Ik heb er wel 3 keer gelongeerd. En ik ga jullie vandaag even meenemen in mijn dagje. Vandaag gaan we wel niet echt zoveel doen. Ik zal even zeggen wat we allemaal gaan doen. Ik ben deze morgen de paarden gaan voeren. Nu ben ik lekker aan het leren. Echt niet leuk, maar oké. Okay. Het moet dan binnenkort zijn de examens. Dan ga ik, s'avonds ga ik naar de ponies. Krijgen ze om 2 uur een 2 uurtje. En dan krijgen ze nog wat hooi bij. Dan ga ik Chanel proberen lanceren met waarschijnlijk ook met wat balkjes. Dat ga ik wel even proberen filmen voor jullie. Ik heb ze gisteren uitgebreid gepoetst. Dat heb ik wel niet gefilmd. Ik denk dat ik ze wel nog een keer ga poetsen en zo. En nog wat klusjes ga doen op stal. En daarna ga ik naar mijn verzorgingsshetlander, Max. Het is een hengst. Ik ben er al lang niet meer geweest omdat hij een tijdje op een andere weide stond. Waar ik eigenlijk niet zo... Het was niet zo dichtbij en het was niet zo handig om hem daar te gaan verzorgen. En hij is sinds 1,5 week of zo weer terug. Dus dan ga ik hem weer eens verwennen. En dan ga ik jullie ook een beetje meenemen. Het is wel een hengst. Ik weet zelf ook niet hoe dat hij vandaag gaat zijn. Ik ben er 1 keer langs geweest om hem zo van te knuffelen en snoepjes te geven. Om te kijken als hij terug was en dat was. Maar als hij even niet in de handen is geweest, kan hij weer zo wat bijteriger zijn en zo. Ja, gewoon echt een hengst zijn, want hij is nu 4 of 5 maanden weg geweest. Dus, maar hij was wel heel blij om mij te zien. Dus, ik neem jullie allemaal mee vandaag. Alleen moet ik nu eerst nog een uurtje studeren. Ik heb er al sinds geen zin in. Het is echt al heel lang geleden dat ik geen vlog meer heb gemaakt. Ik doe wel niet mee aan vlogmas. Dat is echt veel te druk, want ik vind school wel best wel belangrijk. Zo, ik ga jullie meenemen. Jullie gaan het allemaal zien. Zo, ik ben net klaar met leren. Ik heb ongeveer 2 uurtjes geleerd. En nu ga ik even eten en daarna ga ik me klaarmaken om naar de ponies te gaan. Zo, ik ben nu in de garage. Mijn fiets staat helemaal klaar met mijn mooie koffertje. En ik ben klaar om naar Max te gaan. Ik ben bij Maxi aangekomen. Ja! Ja, je ziet niet zoveel. Door zijn grote voorplukje. Dit is hem. Ja, Maxi! Hij heeft me denk ik wel gemist. Ha? Zo, ik heb hem eventjes zijn halstertje aangedaan. Hé, jongetje. Zijn mooie halstertje aangedaan. Hij wil eerst even de borst opeten. Maar hij staat vast. Dat vond hij op het begin ook super eng. Dus ik heb het rustig aangepakt, maar na 10 minuutjes is het gelukt. En Maxi? Ik ben hem 4 jaar geleden beginnen te verzorgen. En hij doet voetje. Ik ben hem 4 jaar geleden beginnen te verzorgen. En laten we zeggen, hij kon eigenlijk niks. Hij was helemaal onbeleerd. Ik was 10 jaar. Ik reed op een manege, maar wist niet helemaal hoe dat je met een paard om moest gaan. Maar toen wou ik daar dingen mee doen en zo. En hij beet altijd. Hij trapte, hij ging achter u aanlopen. Echt zo typisch hengst. En eigenlijk in deze 4 jaar, na 2 jaar, heb ik hem helemaal zo van heel veel dingen geleerd. Want de eerste 2 jaar waren echt hel, maar hij vertrouwt me nu wel echt. Dus ik kan er eigenlijk alles mee, alleen andere mensen niet. Dat is het jammer, maar verstaat hij dan, hè? Hij is ook wel echt redelijk dik en zo. Dus wat ik hem geef van snoepjes zijn die kleine vrijheidsdressuursnoepjes en roze bottels vooral. De roze bottels en de bolletjes en de hartjes zijn eigenlijk de vrijheidsdressuursnoepjes. Ik ga hem nu eerst gewoon even wat poetsen. Even laten wennen, wat snoepjes geven. Wat roze botteltjes geven en kijken hoe dat hij dat oppakt. En misschien ga ik ook nog even met hem wandelen in de wei. Longeren ga ik vandaag nog niet doen, omdat ik ben hier nog niet... Ik ben hier in die 4 maanden niet meer veel geweest en hij heeft zelf ook niet veel gedaan. Ze dus beginnen altijd met weer de trainingen op te bouwen naar gewoon wat stappen en wat graven aan de hand. Ook wil ik eerst kijken hoe dat het weer gaat, want soms is hij weer wat bijterig. En dan ga ik ook nog zijn
vrijheidsdressuurtrucjes doen en nog even proberen zijn manen te vlechten en zo. En heel misschien een beetje bij te knippen, maar dat weet ik nog niet. Maar al sinds ik ga er aan beginnen. Max? Ja, hè? Och, hij doet altijd zijn trucje omdat hij snoepjes wil, dus ik ga even beginnen. Zo, we zijn een hele tijd later. Ik heb hem wat gepoetst. Even een snel vlechtje gemaakt. Hij vond het niet zo fijn dat ik aan zijn manen kwam. Dus ik heb het heel snel gedaan. Eigenlijk. En een heel schattig vlechtje. Maar als Max niet graag wil dat je aan zijn manen komt. Dan moet je beter ook even niet te veel in één keer doortrammen. Want hij begint echt te happen en zo dan. En dan kan je beter even gewoon een snelle maken. En straks nog eens opnieuw proberen. Maar het is ook de allereerste keer dat ik er weer ben. Dus... En Max? En hij begint snoepjes. Hij begint snoepjes al veel rustiger aan te pakken. Want eerst hapt hij dat echt zo. Hè. En nu ga ik eens proberen met hem te wandelen. Hè, Max? Ja. Maar hij is wel best wel stout. Jawel. Zo, ik sta hier nu bij Maxi. Ik heb hem helemaal klaargemaakt. En we gaan even een stukje in de wei wandelen. Even kijken hoe dat gaat. Ik ga het ook filmen. Het kan goed zijn dat hij echt wil dreigen om te bijten. En als hij echt irritant is, dan ga ik... het dan even een lange zijde dat hij braaf is stappen en dan stop ik ermee. Als hij redelijk braaf is, doe ik wel een paar rondjes stappen en dan stop ik ermee. En dan heeft hij weer rust. Want ik doe niet te lange training. Ik doe gewoon zo'n uurtje met hem bezig zijn. Vooral veel poetsen. En wat hij moeilijk en irritant vindt en wandelen een beetje, doen we dat niet. En ja, dit is de wei waar we niet echt kunnen springen. Hij kan echt super hoog springen. Hij heeft al een keer een meter gesprongen. Hij is zelf nog niet eens een meter. Hij is zelf denk ik 60 centimeter. Oh, nu doet hij de hele tijd zijn trucje. De hele tijd maar voetje dus. We gaan even wandelen, hè Max? Ja. En dat willen we niet. Max. Hij gaat lekker showen. De laatste keer dat ik jou een trucje deel, hè? Kom. Opletten. Ja, goed. Hij staat hier nu ook weer even, want ik ga zijn vlechtjes nog losmaken. Oh, hij hier ook staat. Dus hij staat hier super knap. En hij is ook echt super knap, alleen niet zo flink. Oh, Max, oké. Ik moet hem ook altijd de borstel laten ruiken, want anders vindt hij dat ook al niet oké. Dan nog even een beetje poetsen. Moet je zien aan zijn gezichtje. Dat vindt hij zo lekker. Dat vindt hij helemaal geweldig. Dan ga ik zijn mooie vlecht losmaken. Hè, Max? Ja, hij is niet zo heel flink vandaag. Hé, jongen. Niet zo heel flink, hè? Kijk eens van je snoepje. Ik doe het wel aan de andere hand.
Ik wil liefst nog niet dat mijn vingers eraf zijn. Dat is het probleem met Max altijd. Je kan hem makkelijk eens met die doen. Kom! Hij doet echt super schattig, hè? Poetje! Kom! Poetje! Kijk eens. Oeh, lekker. Lekker. Poetje! Hij doet echt super schattig en zo, hè? Kom. Poetje. Kom. Ja. Doe het maar. Ja. Hij is zo'n schattenbol, hè? Alleen, ja, in de omgang redelijk. Maar vanaf het moment dat je met hem wil gaan wandelen of dat hij iets moeilijk vindt, is hij echt niet meer leuk. En dat is heel jammer. Hè? Dat is heel jammer. Ja. Maar ik ga nu zijn blechje eruit doen. Let op, hè, meneer. Nee. Kom. Kom. Max. Ja. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Goed zo. Zo, hier is meneertje. Ik ga nu naar huis. Ik ga hem toch niet meer losgooien, omdat ik zelfs toch naar onze ponies moet. En ze moeten hun 2 uurtje hebben en het is al 2 uur voorbij. Oeps. Maar net heb ik even lekker met hem geknuffeld en zo. En hij was eigenlijk in omgang. Is hij echt super braaf en zo in poetsen en zo. Maar alleen is hij niet zo braaf met wandelen. Maar dat lossen we de volgende keer al op. Hè, Max? Ja. Dus ik ga hem nu even los doen en dan ga ik naar huis. Ik ben een goed uur met hem bezig. Zo, hij is er mooi los. Hij heeft net zijn roze botteltjes gevonden. Hij heeft het in principe wel best goed gedaan. Dus ik ben heel trots op hem. Ik laat hem nu gewoon wat verwerken, zullen we maar zeggen. Wat we allemaal met hem hebben gedaan. Want voor hem is het ook een hele moeilijkheid en de aanpassing om weer in één keer aan het werk te moeten. Voor hem is het echt werken. En braaf zijn en niet bijten. Dat is voor hem echt werken. Maar hij is super flink geweest op zich buiten met het wandelen. Maar daar werken we dan de volgende keer wel aan. Zo, dit was het met Maxi. Maxi, doei! Zo, ik ben nu op de fiets op weg naar huis. Ik ben ook best tevreden van de training. Het wandelen gaan we nog wel aan moeten werken. Maar voor de rest was het eigenlijk echt... Ik heb het einde zelf kunnen knuffelen en zo. En hij wou me niet bijten. Trouwens, Max is vroeger... Kijk, als die heel veel onder de mensen komt, dan was ik vaak naar hem toe ga. Is het echt het liefste paard ever. Maar hij heeft gewoon zo lang geen aandacht. Ja, hij is zo al lang, is er niet zoveel mee gedaan. Hè? Alleen zijn baasje dan, maar ja, ook ja, met mij dan niet en zo. En dat is weer allemaal zo, voor hem ook een beetje spannender. Nu ga ik mijn handen thuis wassen, mijn spulletjes wegzetten en dan kom ik, dan ga ik naar mijn ponies. Dus dat ga ik dan even doen, ik ben toch weer naar thuis. Tot zo. Ik ben nu op weg naar onze ponies. Ik zit alweer op de fiets. Ik ben al net naar huis geweest om mijn handjes te wassen.
aan de box weg te doen. Nog even één ding over Max. Veel mensen gaan misschien commentaar geven op het feit dat ik hem zo kort pakt bij het wandelen en alles. En dat ik hem zo eens een keer een snokje gaf. Maar het ding is, bij Max, als je niet streng bent, ik doe hem echt geen pijn, hè. Maar als je niet streng bent, dan loopt hij zo over je heen. Hè? Dan doet hij gewoon alles. En ja, dan gaat hij je bijten schoppen, dan doet hij jou gewoon pijn. Die kan je echt gewoon bijna half vermoorden. Die moet gewoon weten dat jij de baas bent en dat moet even op het begin. En als je video's ziet van hoe dat ik hem, bijvoorbeeld toen hij, ja, dus voordat hij wegging, toen stond hij daar 5 maanden, heb ik hem vaak getraind. En letterlijk, als je na 2 weken is hij weer gewoon de oude, hè? Maar ik heb nu mijn eigen ponies, dus dat is allemaal moeilijker. En zomaar, ja, het is zo, hengsten, daar moet je streng tegen zijn, want die kunnen echt gevaarlijk zijn. En het ding is, ja, ze zijn ook heel onvoorspelbaar, want de ene dag is Max super goed gezind, kan je er alles mee, de andere dag kan je er, zoals ik nu, bijna niks mee. Maar het zijn gewoon gevaarlijke dieren als je ze niet gewoon een beetje streng tegen bent. En als hij braaf is, dan ben ik er echt niet streng tegen, maar vandaag was het gewoon even, en ik heb hem ook gewoon geknuffeld en zo, dat kan ook gewoon. Maar dan moet hij gewoon weten dat hij niet moet bijten. Wat ik nu met Chanel ga doen is, ik ga haar lekker longeren. De paardjes wat lekker eten geven, nog wat hooi geven. Dan zet ik het voer voor vanavond klaar. En ja, dat is het zo wat Michael Chanel zo wat longeren met balkjes. Dus ja, komt wel goed. Ik denk dat het wel gaat lukken. Chanel is een, daarom zijn merries en ruinen gewoon zijn niet zo onvoorspelbaar. En ja, Chanel kan ook eens verschrikken. Tuurlijk. Maar Chanel gaat mij niet in één keer uit de niets beginnen bijten, beginnen bokken. En normaal hengsten die manier hebben, doen dat ook niet. Maar Max heeft nog niet echt manieren. Maar zo, dit was het weer even. Nu ga ik nog bijna de paardjes verder fietsen. En dan zien jullie mij zo. Zo, ik ben aangekomen bij de ponies. Daar staan ze. Daar staan ze. Dat is moeilijk zo om te laten zien. Maar daar staan ze. Ze staan allebei op het pad. Betrekachtig iets. Ze staan er allebei. En dan ga ik zo meteen Chanel een halstertje. Nee, ik ga ze eerst wat hooi geven. Dan doe ik Chanel haar halster aan. Dan ga ik Chanel eventjes longeren. Wat even wat loswerken. En wat ik ook altijd doe bij het longeren is een beetje overgangen doen. Dat is natuurlijk heel moeilijk aan de loge. En ik weet dat. Maar dan laat ik er één keer harder draven. En dan zeg ik ho. En dan gaat ze veel rustiger. En zo doe ik dat elke keer. Galop ga ik weer niet doen. Omdat de bak is redelijk glad. Deze morgen was hij nog super glad. Maar het heeft vandaag niet geregend. Dus dat betekent dat het nu minder glad is. We hebben hier zo in het midden. Ik heb ze allemaal balken hier liggen. En dat is zo, het midden is zo'n soort van een longeercirkeltje. En daar longeer ik haar dan in. En af en toe gaat ze ook eens over de balkjes en zo. Springt ze daar ook weer eens even over. Dus hier ga ik haar dus ook longeeren. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dat is zo hier. Hier in het midden. Omdat het in het midden redelijk droog is. Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar dan ga ik ze ook eventjes longeeren. Dus het komt wel helemaal goed. Sarina, denk niet dat ik die ga longeeren. Omdat ten eerste vindt dat niet fijn. Ten tweede, de cirkel is dan redelijk klein voor Sarina. En ja, ten derde, het is een beetje glad. Dus Sarina schuift al veel sneller uit dan Chanel. En ja, Sarina is ook al een wat ouder paard. Dus er moet al iets mee gedaan worden. Maar dat betekent niet dat hij eigenlijk veel, hoeveel moet doen. Ze mag gewoon van ons gewoon. Ze hoeft niet per se te werken. Ze mag ook gewoon rusten. Dus ik ga zo meteen die 2 paarden daar pakken. Waar staan ze nu? Ja, ik zie ze alleszins. Daar. Ik denk dat jullie ze wel zien. Ga ik ze even pakken en dan halstertje aan doen. Hier staat Chanelie dan met haar mooie dekentje nog aan. Haar pony. Ja, ik ga Chanel nu haar halstertje aan doen die net is gevallen. Met Chanel die eraf deed. Hoefjes krabben, dekentje uitdoen. En dan ga ik even eerst wat instappen en dan ga ik verder doen. Maar dit is dus trouwens het ding. Dat is onze longeercirkel.
En dan zou ik groot genoeg voor Chanel. Hè, Chanel? Oeh, vandaag is ze wel beter gezind, hè? Ja, gisteren was ze niet zo goed gezind. Ze is schattig, hè? Ik had ook nog van een aantal mensen de vraag gekregen of Chanelly een vast trainingsschema had. Ze heeft op dit moment geen vast trainingsschema. Ons ding is gewoon, we proberen haar 3 tot 4 keer in de week beweging te geven. Omdat het ja, met school ook niet zo makkelijk is en zo. 1 keer in de week les. En dan voor de rest nog wat rijden. En als het like nu heel veel heeft geregend. En de bak super vettig is. Want hier kan je voor zelf zien dat het super vettig is. Dan doen we gewoon fijn longeren en zo. En ook al best wel intensief en zo. Dus nu ga ik haar hoefjes krabben. Ik ben eventjes aan het instappen met Chanel. Hier is ze. Want ik doe altijd gewoon even instappen aan de hand. Daarna 2 rondjes stappen aan de longe. Dat ik haar ook gewoon rustig kan laten stappen. En dan doe ik zo. Begin ik te draven aan 1 kant. En dan doe ik gewoon zo eerst haar laten losdraven. Dan de andere kant losdraven. Dan doe ik overgangetjes. Als het dat goed doet, mag ze bij mij ook een keer over de balkjes. Dat is altijd wel een verrassing wat ze doet. Want de ene keer springt ze er keihoog over. De andere keer wandelt ze erover. Ja, het is altijd een beetje speciaal met Chanel. Hier in het midden is het niet zo glad gelukkig. Dus het komt wel allemaal goed. Hey Chanel? Ja? Ben je blij? Nee, nu is ze even boos. Net als ze wel blij. Ja, dus ik ga het even doen. Ik doe ook altijd voor en na het longeren even de hoefjes uitkrabben. Omdat Chanel sowieso wat gevoeliger hoefjes heeft. En als er dan steentjes in zitten al van door de wei te lopen en in de paddock en zo. Dat is niet fijn. En als je er nog op moet gaan lopen kan dat pijn doen. En daarna is van als er tijdens het longeren in de bak is een steentje ligt of zo. En die komt vast te zitten. En ze moet er de hele tijd op lopen. Ja, dat is niet fijn, hè. Totdat we weer eens hoeven gaan uitkrabben. Ik doe dat wel een paar keer in de week, 3 keer of zo. Sowieso altijd voor het rijden. En voor het longeren en na het longeren ook. Altijd als ze moet werken, doe ik dat. Maar als ze gewoon in de wei staat, doe ik dat meestal niet. Omdat, ja, kijk, er komen altijd al wat steentjes in. Dat is ook, ja, dit is Chanel. Dat is ook heel normaal, maar gewoon dat haar ook niet irriteert. Nu ga ik beginnen met longeren. Want we hebben al genoeg ingestapt, ja. Maar genoeg in die stad. Chanel wordt helemaal boos omdat ze zin heeft om iets te gaan doen. Chanel? Jawel. Dus we gaan aan de slag.
Goed zo. Oh, maar. Oh. Goed zo. Ik ben aan het uitstappen met Chanel. Ze heeft het eigenlijk super goed gedaan. Ze was echt wel braaf en vroeg gewoon. Ja, ze deed gewoon wat ik van haar vroeg en zo. En dat vind ik wel super fijn als ze dat doet. Ze is redelijk moe. Ik ben nu lekker aan het uitstappen. Ze ziet mensen. Dan kijkt ze altijd zo. Ja, dat heeft het super goed gedaan. Alleen zo hier zo schoof ze nogal wat uit. En toen had ze zich één keer verschrokken dat ze uitschoof. En toen was ze even, ging ze even wat gek doen, zullen we maar zeggen, aan de loge. Ja, aan de logeerlijn. Gewoon ze even helemaal te bokken, een beetje te flippen. Dus soms als Chanel echt zo'n beetje nog bang is, dan gaat ze wel een keertje. Dan durft ze wel echt als ze gaat rennen. Dat heeft ze eigenlijk al heel lang niet meer gedaan, maar ze schoof echt uit. Ze sprong over de balk en toen kwam ze neer en ze schoof wat uit en dat vond ze super eng. En ja, typisch Chanel. En Chanel als hij iets of wat een beetje eng vindt dan. Maar ze heeft eigenlijk al super veel bijgeleerd, want vroeger gewoon als ze dingen eng vond, ging ze onmiddellijk rennen. En nu denkt ze eerst na van is dat wel eng en zo. Maar voor de rest heeft ze het super goed gedaan, ze had er echt heel veel zin in, ze had ook heel veel energie. Ze was super vlot. Normaal gezien is ze. Ja, ze heeft gewoon. Doet ze zo ponygangetjes. Ze heeft. Ja, ze is wel. Ja, een ponyachtig, hè. Ze doet ze ook gewoon zo kleine gangen maken. En geloof ook zo kleine sprongetjes, kleine huppeltjes. Terwijl ik dan wil dat ze gaat verruimen. En nu doet ze zelf uitgestrekte draf. Dat heb ik wel niet op video. Omdat. Het probleem is dus. Toen ik die tegen de hindernispalen zette. Mijn camera. Toen. Zag je niet alles. En als ik met één hand haar ja, uitgestrekte draf moet laten doen. Dan kan ik niet met het stukje touw haar nog iets sneller laten gaan. En soms dan schiet ze dan zo even in galop. Uitgestrekte draf. Want ze denkt dat ze moet galopperen. Maar eigenlijk weet ze wel dat ze het niet moet. Maar toch. En dan is dat niet zo handig. Dan kan ik haar gewoon onmiddellijk terugpakken. Weer rustig laten verzamelen. Maar ze heeft wel mooie dingen laten zien. Hé Chanel? Nu is ze een beetje moe. En ze heeft honger. Dus ik ben klaar met uitstappen. Zo, ik ga nu even haar beentjes mooi nog poetsen met een borsteltje. Dat alle modder er een beetje van af is. Dat ga ik nu wat doen met Chanel. Zo, lekker aan het eten, Chanel. Ja. Zo, Chanel, haar beentjes zijn weer lekker gepoetst. Daar staat Sarina lekker rooi te eten. En Chanel staat daar. Nu ga ik nog even het voer maken voor vanavond. En nog hooi weken. Of ja, in het water zetten, want we weken ons hooi. Omdat Chanel niet zo goed tegen de suikers kan. Ja, dat is het zowat. Daarna, als ik het voer klaar heb gezet en zo, ga ik denk ik naar huis. Want het is al bijna 4 uur dus. En hier is ons Sarinetje weer, hè? Maar daar hebben we vandaag niks gedaan. Ik denk niet dat ze het zo heel erg vindt, want ze is aan de luie kant vandaag. En ze is lekker aan het genieten van haar hooi. Sarina moet gewoon niet veel meer hebben dan gewoon hooi. Hè? Gewoon eten en rust vindt zij al genoeg. En af en toe een buitenritje of eens in de bak wat springen. Het is allemaal oké, hè Sarina? Nu ga ik even het hooi weken. Dus ik pak een beetje hooi, doe een nieuwe baal open. En dan ga ik hooi weken. En dan gaat dat zo'n 3 uur ongeveer, blijft dat staan. En dan kunnen we dat straks geven. Zo, het hooi staat ook al lekker klaar voor vanavond. Het wordt dus gewoon geweekt in water. Zo, het voer staat ook alweer klaar met de naamplaatjes erin.
Rina die heeft al honger, maar helaas gaan we nog niet eten, Sarina. En daar staat Chanel. Nu ga ik naar huis. Leuk dat jullie allemaal hebben gekeken naar deze nieuwe video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En tot de volgende video. Doei!